En er is opnieuw plaats in de zetel en de volgende burgemeester komt eraan. En dat is burgemeester Roland Uitendale van Leden. Uitendale, goedemorgen, goedemiddag. Ja. U heeft een heel zwaar cadeau mee, of een voorwerp mee. Hè? Vertel eens. Toen ik in 2013 burgemeester werd van Leden, had ik maar één doel en dat was de weg vooruit. Er was een heel prangend dossier, dat was de heraanleg van de markt van Leden, die al het dossier dateerde al van 2006. We zijn nu 12 jaar later en ik kan met enige fierheid zeggen dat we dus op 31 augustus dit jaar de markt gaan plechtig openen. We gaan dat doen met Christophe, met Amici Cantores uit Leden en met Stampen en Dagen. Ja, dus het gaat een heel groot feest worden. Ja, heb ik dat goed dat dat een van uw belangrijkste verwezenlijkingen is van uw legislatuur? Ik heb dat ook een beetje historisch bekeken. We hebben heel wat activiteiten gedaan op die markt. Ik zou zeggen, binnen mijn legislatuur was dat 600 jaar mediale processie in Leden, die heel veel respons gekregen had. We hadden die dag 20.000 toeschouwers. Er is er ook een evocatie geweest van het beeld dat van Keulen naar Leden gebracht is, die heel wat weerga gekregen heeft. We hadden dan ook het jaar nadien 40 jaar Stampen en Dagen, waar dus een heus volksbal georganiseerd werd, dat nu nog altijd lopende. Alle jaren hebben we dus ons volksbal. En ook niet te vergeten de viering van Lucien van Impe, 40 jaar toerwinnaar. Ja. Dat we dus van op de markt van Leden naar Impe getrokken zijn, waar dus Lucien en Rita woonachtig zijn. En die toch naar de gemeente toe een heel grote uitstraling heeft gegeven. Ja, absoluut. Meneer de burgemeester, ik had u vorige week nog aan de lijn, want er was iets minder prettig nieuws, zeg maar, vanuit uw gemeente. Er is nogal wat beroering binnen de fractie van uw coalitiepartner, Open VLD. Schepen Rasgaard van Open VLD, die stapte op vorige week uit onvrede met zijn partij. Dat zijn geen prettige tijden voor het gemeentebestuur, hè? Absoluut, omdat we dus een heel goede coalitie hadden, zou ik zeggen. Natuurlijk met het vertrek van Schepen Rasgaard, die, moet ik eerlijkheid zal wel zeggen, ons alle, zou ik zeggen, verklaard heeft dat hij bij ons gaat blijven samenwerken. Dus dat gaat in ieder geval blijven bestaan. We hebben gisteren nou het Schepencollege gehad en dat is dus, zou ik zeggen, geofficialiseerd geweest. Dus hij distanceert zich van de Open VLD, maar hij gaat blijven samenwerken. Zowel voor Schepencolleges als gemeenteraad. Dus die steun kunnen we in ieder geval toch best goed gebruiken. Ja, want u verliest eigenlijk anders de meerderheid in de gemeenteraad en dat zou misschien wel gevolgen kunnen hebben voor uiteraard, het bestuur. Uiteraard, we hebben een heel nipte meerderheid en dat zou uiteraard gevolgen kunnen hebben. Maar zijn toegezegging is voor ons al een officieel monument en dus we gaan er zeker op voortgaan. Ja. Het is mij opgevallen dat u daarnet zei, we hadden een goede coalitiepartner. Betekent dat dat u na de verkiezingen een verlenging van die coalitie niet ziet zitten? Nee, uiteraard niet. Dus wij bespreken met elkaar. Maar gezien de nipte meerderheid momenteel en dus met het wegvallen van Schepen Dirk Rasgaard, moeten we dat toch ergens in vraag stellen en kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de andere partijen. Dus u houdt alle opties nog open? Uiteraard, dat is zo. Dat hebben we zo besproken in onze fractie, in ons bestuur van de CD&V. En we houden alles open. Ja, maar het rommelt binnen de Open VLD. Dat heeft u vorige week tegen mij ook gezegd aan de telefoon. Ja. Dat is dan misschien niet de meest ideale coalitiepartner, als u problemen wilt vermijden. Ik zeg het, daar had mij niet veel commentaar over geven. Ik ben gesprekken bezig, ook met andere partijen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En we kijken dat altijd de boom en we zien wel als grootste partij, want u zullen hoogstwaarschijnlijk wel zijn bij de volgende verkiezingen. We hebben heel goed gewerkt binnen onze fractie, binnen onze partij. En ik zie de verkiezingen rooskleurig tegemoet. Ja, u zegt goed gewerkt, maar er is altijd werk aan de winkel. Ik wil het met u even hebben over de stationsomgeving. Het parkeren daar, dat blijft een beetje een probleem. Want er komen pendelaars ook uit Wetteren en Aals bij jullie parkeren, omdat het daar nog gratis is aan het station. Maar ja, dat zorgt wel voor heel veel parkeerdruk. Bent u bezig met een oplossing daarvoor? Ja, uiteraard. Dus we zijn met de NMBS overeengekomen. Dus wij gaan een fietsenstalling bijmaken aan het station in Leden. En als compensatie krijgen we 2 bijkomende parkingen ter hoogte van het station. Dus dat zijn grote parkingen en dat kan alleen maar Leden erg goed in de kijker zetten naar de stationsomgeving toe. We zijn met ook probleem met hangjongeren. We hebben de politie gecontacteerd. We zijn er ook heel goed mee bezig, dus voor een oplossing te zoeken. Het zijn wel altijd dezelfde groep die er rondhangt en doet, maar we hebben die wel onder controle momenteel. Ja, die 2 nieuwe parkings, staat daar een termijn op wanneer die dat er zouden kunnen zijn? Dat zal eind 2018 nog kunnen gerealiseerd worden. Nog dit jaar dus? Ja.
Ja, oké. Okay. We hebben een vraag binnengekregen van Nadine. En zij vraagt, wanneer komt er eindelijk, zoals de buren in Wichelen, overal voorrang van rechtsafschaffing? Want dat zou veel ongevallen vermijden. Ja, dus we hebben vorig jaar ons mobiliteitsplan laten goedkeuren op de gemeenteraad. We zijn nu in uitvoering van dat mobiliteitsplan. Het is te zeggen, dus wij hebben het stopprincipe. Stappen, trappen, openbaar vervoer en privévervoer. Naar dat privévervoer gaan we dus de 50 kilometer beperking invoeren, is al ingevoerd. En naar de lokale wegen 2 gaan we opwaarderen naar een voorrangsbaan. Dus de voorrang van rechts zal afgeschaft worden naar voorrangsbaan lokale wegen nummer 2. Dus daar zijn we perfect op. Ja. Oké, okay, goed. Het is tijd voor de vragen uit de bal. U mag zelf kiezen welke bal het wordt. Ja. Pak maar geen schrik van. Maar weet, nee. Nee, maar pak. Ja, dank u wel. Goed, we gaan eens kijken welke vragen u heeft gekozen. Het dilemma is blind of doof? Doof. Waarom? Het is misschien een rare vraag, maar... Ik ben nog van twee gespaard gebleven geweest. Dat zijn wel doofheid en blindheid. Maar zien, doe gedenken, zeg ik. En ik opteer toch altijd voor het zien dan. Ja, okay. Inderdaad. Stel dat u na uw dood reïncarneert in een dier. Welk dier zou dat dan mogen zijn? Ah, ik ben een fervente duivenmelker geweest. Dus ik zou mij laten incarneren als duivenmelker. Als een duif, zou ik zeggen. Dus ik ben, ik zeg samen met mijn vader en grootvader, ben ik altijd fervent duivenmelker geweest. Ik heb moeten afhaken door mijn burgemeesterschap, omdat ik niet meer de nodige tijd had. Maar ik heb wel nog een fantastische prestatie neergelegd. We hebben samen met mijn collega... We hebben in tandem de eerste prijs internationale bars op naar Bonden gespeeld. Okay. Dus een 860 kilometer. En we hebben er heel lucratief mee gehandeld met die duif, want hij is verkocht geweest naar een Japan. Naar okay. Japan, dus een Japanees heeft die duif verkocht. Ja, ik hoor het, maar u zou dan liever een prijsduif zijn en geen gewone tortelduif. Inderdaad, een prijsduif. Ja, oké, okay, goed. En dan heel kort nog de laatste vraag. Wat is uw persoonlijke zoete zonde? Mijn zoete zonde? Ik ben een snoeper. Ja? Ja, ik snoep veel. Maar ik heb de laatste tijd ook mijn gewicht een beetje onder controle. Ik stap al een beetje. Ik heb de laatste tijd toch al wat gestapt en gedaan. En ik drink ook graag een pintje, eerlijk gezegd. Ik ben een volksfiguur. Ik ben graag onder het volk. En ik laat mij van tijd al lekker gaan. Dat is een beetje mijn... Groot gelijk. Ja, dank u. Dank u. Meneer de burgemeester, stapt u even met mij mee naar onze karikaturiste Madro, want die is u ook aan het tekenen. En ik wil wel eens weten wat u van de tekening vindt. Voilà, hier staat u. Voilà, dat kan niet schoner zijn. Daar ben ik juist de proficiat. En je hebt net gezegd dat je een snoeper bent. Dus, ja, je hebt dan een beetje mooi gemaakt. Ja, maar dat is zo. Dat is kwestie zo, van het dieet toch een beetje te pushen. Hè. Dat is vriendelijk bedankt. Alsjeblieft, goed. Voilà. Dat is een van de schoonste die erop staat. Dan zeg ik het zelf. Absoluut. Voilà. Meneer de burgemeester, dank u wel. Ja. En nog een fijne dag. Tot genoegen, dank u.